Ja, Veerle, ja. Welkom. Een jonge meid die op een gegeven moment in de trein staat. Het is warm. Ja, jullie hadden het net al over het weer. En het was gisteren ook echt ontzettend warm. Het was denk ik wel 32 graden in die trein. En er was geen airco. En die conducteur die had zijn hele werkkleding aan. Hij had zo'n jas aan. En daaronder had hij nog een blouse. Dan werkschoenen. En ik zei tegen die conducteur, meneer, kunt u dat niet uitdoen? Toen zei hij, ja, weet je, als ik het uitdoe... Ja, het is zo warm. En ze moeten dat waarschijnlijk ook aan representatief. Nou, dat hoefde niet. Maar hij vond het zelf niet netjes. Dus het is ook nog een heel nette conducteur. Ja. Maar het was ook een heel vriendelijke conducteur. En ik had dus een ritje van Tilburg naar Eindhoven. Mm-hmm. En ja, hoe mensen met treinpersoneel omgaan is echt gewoon... Hoe gaan mensen met treinpersoneel om? Ja, het is te bizar. Ik zat daarbij en er was een jongen. En die zei... ja, ik heb geen treinkaartje, maar ik had haast. Dus ik mag toch wel even mee. En de conducteur die dacht eerst samen met mij, oh, dat is een grapje. Hij zei ook, ik dacht, dat is een joke, zei hij later tegen mij. En toen was dat dus niet zo. En die begon helemaal te schelden. En de conducteur was dit, de conducteur was dat. En ik had het met die conducteur heel die rit over mensen in de trein. En hij zei, ja, dit maak ik dagelijks mee. En het is verschrikkelijk. Bizar. Ergens weet je ook wel dat dat gebeurt. Alleen je drukt dat ook een beetje weg. En je denkt, het zal wel meevallen. Maar het valt helemaal niet zo mee. Het valt zeker niet mee. Ik heb in dat ritje 4 haltes meegemaakt. En 4 haltes was het raak. Maar is dat dan, omdat het warm was gisteren? Dat mensen toch een beetje anders zijn? Snel geïrriteerd raken? Ja, maar raken, dat doet er niet toe. Ik vind, je hebt respect voor mensen. En dat is bij alle beroepen. Je hebt hulpverleners. Je hebt politieagenten. Je hebt docenten, cashiers. Het is warm. Maar maak je het vaker mee? Met respect. Ik maak het zeker vaker mee. Ik werk ook achter de kassa. Uh-huh. En daar merk je het ook. Ja. Je werkt achter de kassa bij een supermarkt? Ja. Oké. Okay. En daar zijn mensen ook gewoon onbeschoft eigenlijk? Ja, soms wel. Natuurlijk lang niet altijd, maar ze zijn het wel eens. En wat merk je? Wat doen ze dan? Wat merk je dan? Nou, bijvoorbeeld stel de aanbiedingen zijn niet doorgekomen. Dan moeten wij alles even met de hand berekenen. En wij doen echt ons best. En ja, dan staan er lange rijen. En dan... dan kunnen mensen niet meer wachten. Mensen hebben geen geduld meer. Die worden boos op jou. En dat zie je ook gisteren weer. Van die conducteur kan daar niks aan doen. Nee. Kijk, dat hij geen treinkaartje koopt, dat is zijn probleem. Niet dat van de conducteur. Wat heb je voor die conducteur gedaan? Dat is wel heel leuk. Ik zat heel die treinrit, zat ik zo van... ik zoek zo'n real catering persoon. Maar ja, als je ze nodig hebt, zijn ze er niet. Dus we kwamen aan in Eindhoven. En ik dacht, ik moet echt uitstappen bij de kiosk. Want dan kan ik snel even een flesje cola halen en naar die conducteur brengen. Dus ik griste dat colaflesje van die kiosk. Ik betaalde snel met mijn pasje en ik voelde me heel onbeleefd, maar ik had haast. Dus ik zocht om me heen, ik zag die conducteur en ik zei zo, hier, je verdient het. En ja, zijn uitdrukking was echt onbetaalbaar. Ja? Ja, ik zou het zo nog een keer doen. Ja. Ik vind het ook al mooi. Ik vind jouw uitdrukking nu al onbetaalbaar, dat je dit vertelt. Want dat geeft gewoon een soort van positief gevoel, weet je al. Heel bijzonder ook. Dat je denkt, waren er maar meer mensen zoals jij... Ja. En dat is ook een reactie op het Facebookbericht. Want je hebt er een Facebookbericht aan gewijd. Ja, ik zat er zo vol van. En ik kwam ook een vrouw tegen in de bus. Ik zei, mevrouw, mag ik u wat vragen? Ik heb net dit meegemaakt. En komt u dat vaak tegen? Zei, ja, meisje, dat is verschrikkelijk. Dat is dagelijks. Zei ik van, nou, ik wil best wel een Facebookbericht plaatsen. Want ik vind dat dit moet stoppen. En toen zei ze, ja, dat moet je doen. Want we krijgen 700 berichten per maand. En er zijn 50, maar echt een beetje positief. En dat is ook wat mij een beetje beangstigde. Want mensen eigenlijk altijd negatief zijn. Ja, en toen dacht ik, nou, dan kom ik aan met mijn positieve bericht. Terwijl best wel veel mensen van mijn leeftijd, die klagen vaak. Of die studeren dan. En dan is er iets mis. En dan ligt heel Nederland overhoop. Maar ja, het is ook een groot bedrijf. Miljoenen mensen per dag. En dat er dan iets misgaat. Met een beetje klagen is op zich ook niet zo erg, vind ik. Weet je, ik kan best tegen je berg blijven. Ik wil vanochtend naar mijn werk. Auto kapot, moest de trein pakken. Het gaat hier om respect. Ik ga niet een conducteur, inderdaad. Nee. Maar ik denk altijd, ik ben praktisch, hè? Wat moeten we nou doen? Want nou heb je dit gedaan, maar wat kunnen we nou bereiken? Wat moeten we nou doen? Nou, dat schreef ik ook in mijn stukje. Het is niet dat ik nu spontaan vraag, koop allemaal een flesje cola. Want dat is zeker niet wat ik wil bereiken. Het is meer, draag respect uit naar je medemens. Dat is echt het minste wat je kunt doen. Dat een is beetje vriendelijker zijn of zo. Ja, stel ik stap uit de bus, ik bedank de buschauffeur. Is het in de avond, zeg ik bedankt voor het veilig thuisbrengen. Dat zijn de kleine dingen die je... doet die toch mensen een dag maakt. Dat is al de één ding, denk ik. Misschien nog wel twee, want ik wil ook nog... Waarom doen mensen dit, denk je? Want grappig is, wat jij zegt, we storen ons er allemaal aan. Of het nou vuil op straat is, of het nou is de conducteur die wordt afgeblaft, of de politieagent die wordt de kakker gezet, of ik in mijn auto en ik doe iets verkeerd, per ongeluk, en ik word echt door iemand bijna uit mijn auto getrokken. Dus wat moeten we nou doen dan? Uiteindelijk begint een mooiere wereld bij jezelf. Dus, Want we vinden allemaal dat het anders moet.
Ja, dus begin bij jezelf, zou ik zeggen. Als iedereen bij zichzelf begint, krijg je uiteindelijk een mooiere wereld. Okay. Weet je hoe ik dat vind? Ja, toch wat je bedoelt. En daar heb ik al, als ik door de straat loop, ik geef mensen altijd ik kijk ze aan en ik geef ze een blijk van erkenning. Ik zeg altijd dag. Of gewoon hallo, goedenavond, goedemorgen. Ja, maar nou iets. Ik kreeg net op Facebook van, hey, kijk niet zo chagrijnig. Terwijl ik niet chagrijnig ben. Nou. Dus ik wek ook al, blijkbaar. Kun je ook een suggestie wekken. Oh dus, ja, maar daar is bij heel veel mensen... Ik zeg ook zeker niet dat je iedereen moet groeten. Dat is het ook niet. Maar het is ook de manier hoe je het zegt, hè? Respect is niet zo moeilijk. Maar inderdaad, alleen maar met geklaag bereiken we ook niks. En af en toe is het best lekker. Want ik vind ook, Ariane die heeft meegedaan in die 21 dagen zonder klagen challenge. Ja. Ja. Dus klagen mag ook best wel. Tuurlijk, af en toe is gewoon een klagen. Goed, therapeutisch verantwoorden. Hoe oud ben je trouwens, Veerle? Ik ben 20. Ah, je komt er wel. Nou, dank u wel. Ik vind jou een held. Dat mag wel gezegd worden. Ik vind het echt niet. Nee, maar je hebt in ieder geval wel iets aan de kaak gesteld wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. En dat vind ik top. Dus dank daarvoor. Veerle Dirkse uit Eindhoven. Ook leuk dat je hier eventjes naar de studio kwam.